Dit is het TV West Nieuws van donderdag 23 april. Ik ben Martine Boerkamp. Goedemorgen. Voorspelbare reacties in de Haagse gemeenteraad op het akkoord dat de regering heeft gesloten over de opvang van illegalen. Den Haag is samen met de vier andere grote steden aangewezen om illegalen op te vangen. Andere gemeenten moeten stoppen met de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat is de uitkomst van een weeklang overleg tussen coalitiepartners VVD en PvdA over de zogeheten bed, bad en broodregeling voor illegalen. De opvang zal beperkt zijn tot enkele weken. Daarna worden illegalen teruggestuurd naar hun eigen land vanuit het aanmeldcentrum Ter Apel. Wie daarna weigert mee te werken, wordt alsnog op straat gezet. De Haagse PVV-fractie is furieus dat de illegalen opvang krijgen in Den Haag. De VVD ziet juist lichtpuntjes. In de gemeente Leiden lijken ze niet van plan om de opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers te sluiten. De stad zou zich daarmee niets aantrekken van het akkoord dat de regeringspartijen VVD en PvdA gisteren hebben gesloten. De partijen hebben afgesproken dat alleen Den Haag en vier andere grote steden in Nederland nog opvang mogen bieden. Bed, bad en brood blijft dus bestaan voor illegalen, maar wel onder strikte voorwaarden. De opvang in de Haagse Zilverstraat moet, als het aan de regeringspartijen PvdA en VVD ligt, open blijven. Maar andere locaties in de buurt moeten dicht. In onze regio zijn vier gemeenten aangewezen om noodopvang te bieden voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Den Haag, Leiden, Delft en Gouda. In Delft en Gouda zijn geen uitgeprocedeerde asielzoekers, dus daar is geen opvang. In Den Haag en Leiden wel. In het akkoord dat het kabinet heeft gesloten is bepaald dat Leiden dicht moet en Den Haag als een van de zes Nederlandse gemeenten open blijft. De uitgeprocedeerde asielzoekers uit Leiden moeten dus naar Den Haag. Maar D66, de grootste partij in Leiden, wil niet dat de opvang dichtgaat. En de partij lijkt daarvoor steun te krijgen van de meerderheid van de gemeenteraad. De stad heeft de plicht om illegalen op te vangen, vindt de partij. D66 vindt het inhumaan dat aan een kwetsbare groep mensen een basisvoorziening, een eerste levensbehoefte wordt ontzegd. Daarnaast vinden we het ook onwenselijk dat mensen gedwongen worden om op straat te leven, ook vanuit het oogpunt van openbare orde. De gemeente Leiden heeft daarin ook een zorgplicht. D66 verwacht niet dat de uitgeprocedeerde asielzoekers naar Den Haag zullen afreizen voor opvang. En een korting op het integratiebudget, waar het kabinet mee dreigt als gemeenten doorgaan met opvang, daarvan is D66 niet onder de indruk. 20 kilometer verderop in Den Haag, daar wordt het plan ook met gefronste wenkbrauwen ontvangen. Bed, bad en brood blijft hier dus bestaan, maar wel onder striktere voorwaarden. En dat betekent dat een uitgeprocedeerde asielzoeker die niet wil meewerken aan zijn terugkeer uit de opvang moet. En daar wringt de schoen, want dwang, dat werkt niet. Helpt dwang bij jou? Ik denk het niet. Nee. Als het vanuit een vooropgezet doel wordt, ik ga zodanig met jou praten dat ik jou tot terugkeer beweeg, nou, dan werkt het niet. En dus zullen niet meer uitgeprocedeerde asielzoekers terugkeren en wordt het opvangprobleem niet kleiner. Het politieke akkoord heeft dus niets met de werkelijkheid te maken, vinden ze bij de opvang in Den Haag. Burgemeester Josias van Aartsen van de gemeente Den Haag is minder negatief. Hij noemt het akkoord een stap in de goede richting, maar dan moet het nog wel verder uitgewerkt worden.